Kerkstraat in Basel, deelgemeente van Kruibeke, vanmorgen. Al het water van de weilanden in de omgeving stroomt hier naartoe. De straat staat blank. Bij een twintigtal huizen staat het water tot aan de dorpel. Om 5:30 hebben onze buren, de boeren, die zijn ons uit ons bed komen bellen. En die zeiden dat alles onder stond. Ja. Dan hebben wij onze auto's proberen te verzetten. Dus de ene auto nog hinder gereden en de andere hier opgezet. En dan naar de kelder. En de kelder gaan leegscheppen, want het is dat wel onder water. Ja, en dan met de buren proberen te helpen, links en rechts. De Barbierbeek in Kruibeke kan het water niet meer slikken en het kan ook niet naar de Schelde omdat het daar hoog water is. Daarom beslist de burgemeester om een dijk in de polders door te breken. Waarom we de dijk doorbreken is om de woningen te beschermen. Als wij dus het water niet binnen laten, dan gaat het in de woonkern. Dit is het laagste punt, dus we hebben de dijk hier doorgebroken en het water dus hier kan, waar het dus normaal geen schade brokkent. Of het wordt mindere mate schade brokkent. Het water kan wegstromen in de Potpolder en dat zorgt voor een beetje minder debiet in het centrum. Maar de Barbierbeek blijft er wel flink gezwollen. Wat verder treedt ze opnieuw uit haar oevers. Een dertigtal huizen krijgen daar water binnen. We hebben alles omhoog eigenlijk gezet en zoveel mogelijk naar de bovenverdieping gebracht. De wasmachines en de droogkast staan ook allemaal op tafels. Dat toch de elektrische toestellen buiten de frigo, die konden we er niet uit redden. Wij hopen dat het gewoon stopt en voor de rest kunnen we eigenlijk niks doen als afwachten. Brandweer en gemeentediensten zijn een hele dag in de weer geweest met zandzakjes en pompen om het water tegen te houden. Er zijn een 2000 zandzakjes gevuld en verdeeld en er liggen er nu een 600 klaar om deze nacht nog te interveneren. Want wij verwachten dat dat ook terug een probleem gaat geven van zodra eigenlijk half tien uur vanavond gaat worden. Want dan is het weer hoog water op de Schelde en als het blijft regenen, zorgt dat mogelijk opnieuw voor ellende. Brakel in Oost-Vlaanderen. Het water loopt hier recht de huizen binnen. De gemeentearbeiders proberen te redden wat er te redden valt. Onder de zandzakken moeten een ondergelopen wei indijken. Het water staat hier 1,5 meter hoog. Het is de eerste keer sinds de 30 jaar dat we hier wonen dat de zak hier volledig overstroomd is. 30 centimeter water in de straat, 20 centimeter water in de garage, in de kelder. Dat is het resultaat van het spaarbekken dat men hier gemaakt heeft, dat men hier gebouwd heeft. Niet alleen in Brakel, maar in heel Oost-Vlaanderen zitten alle 33 spaarbekkes waar het overtollige water wordt opgevangen, volledig vol. 30 kilometer verderop in Markedal. De beek stroomt hier niet meer naast, maar door het huis. Het water blijft komen, het is onbegonnen werk. Niets. Niets kun je er tegen doen. Ja, de beek loopt over en het water is daar te hoog, hè, voor binnen loopt. Wordt het hier ook niet? Ja, want hier in Putten, waar u juist geweest hebt, die 6 huizen, het water is hier terug weer aan het stijgen. Hè. Alle brandweerkorpsen uit de regio zijn opgeroepen. Ze leveren meer dan 600 zandzakken per uur. In Zwalm kom je er helemaal niet door. Tientallen straten staan er blank. Maar sommigen proberen er toch door te geraken en vallen stil. De Vlaamse Milieumaatschappij heeft ervoor gewaarschuwd. Noodweer en dat 2 dagen lang. De regen blijft vallen, ook vanavond nog. Het is buiten categorie. Dit zijn de ergste overstromingen sinds de laatste 50, 60 jaar. We hebben momenteel 55 hectare grond die overstroomd is. Met een hoogtepunt deze morgen in de deelgemeente Opbrakel. En sinds om 11 uur deze vanmiddag hier in Michelbeke. En momenteel is het ergste punt in het centrum van Brakel. Het is dweilen met de kraan open hier in Brakel. Zelfs Open VLD-voorzitter Alexander De Croo komt meehelpen. Hier in dit huis in Grimbergen was alles tot voor kort nog helemaal droog. Nu zit Anne met de handen in het haar. Enkele meubels heeft ze hoger kunnen zetten, maar het baat weinig. Het water komt heel snel binnen. Op 1,5 uur begon het water langs de voordeur binnen te lopen, langs de garage. En ja, op 1 uur is dat eigenlijk zo hoog geworden. De gemeente heeft beloofd dat er zandzakjes zouden komen, maar Anne zit intussen al 2 uur te wachten. Ik hoop dat ze alsnog komen.
dat we er iets kunnen aan doen, want nu is het eigenlijk redelijk rampzalig aan het worden. Het water gaat zo duidelijk aan de stopcontacten staan en is toch vrij gevaarlijk. De mensen hebben hier nog geen hulp gezien. De brandweer heeft gewoon de handen overvol. En intussen blijft het water toestromen van over de velden. Op enkele uren tijd staat het al meer dan een halve meter hoog. De inwoners hier kunnen alleen maar wachten. Op dit ogenblik worden wel een tiental mensen uit de straat geëvacueerd, want het water blijft stijgen. Ook in Lommerzeel is de situatie op heel wat plaatsen kritiek. Hier in deelgemeente Steenhuffel kunnen de mensen weinig meer doen dan afwachten. Momenteel zonzakjes liggen en afwachten. Het gaat waarschijnlijk nog een dag regenen, dus het is een beetje bang afwachten. De Molenbeek in de buurt is uit haar oevers getreden. Ook hier zijn al enkele mensen uit hun huis geëvacueerd. En de situatie zal de komende uren nog verslechteren. We verwachten niet veel goeds. De grote watermassa die van Merchten richting Steenhuffel komt, moet Steenhuffel nog passeren. Dus ik denk dat we naar een heel moeilijke en heel dramatische nacht gaan. Het provinciaal rampenplan is intussen afgekondigd, want veel gemeenten kunnen het niet meer alleen aan. Ze krijgen nu extra zandzakken en waterpompen.